Waar ik eigenlijk ook wel weer blij mee ben, is dat gemeentebestuur gezegd heeft, wij vinden het toch heel moeilijk om te accepteren dat zo'n belangrijk project niet kan. Dus we gaan ons stinkende best doen met de organisator, met de diensten, met Rotterdam Festivals, om dat toch voor elkaar te krijgen. Dus dat is de opgave voor de komende 2,5 maand. Dat wordt nog een flinke puzzel. De route van de Dance Parade moet afsluitbaar zijn. Je mag er alleen met een toegangskaartje bij. En de wagens van City Racing maken nogal wat herrie. Je begrijpt, zo'n City Race kan je niet door een woonwijk laten rijden. Dus daar zullen we echt wel ook serieus werk moeten verrichten. Hoe groot acht u de kans dat het gaat lukken? Ik weet het niet. Het is echt wel een forse klus. Ik weet alleen dat in Rotterdam heel veel mogelijk is. En daar geloof ik dan maar in op dit moment. Het is passen en meten, ook met andere festivals. Maar de organisatie heeft volgend jaar toch weer flink wat nieuwe evenementen, ook op het gebied van dance. Crazy Sexy Cool doet een Halloween versie. Er komt een nieuw festival op de RDM-loodsen, binnen en buiten. En we hebben een levende toren, wat mensen wel kennen uit Spanje, waar mensen een toren bouwen van mensen 6-7 verdiepingen hoog. Gaan we in Rotterdam ook proberen. En er zijn wel 2000 vrijwilligers nog voor nodig.